had alles opgebeld van tevoren. En niet aan mij, want er was nog een ander jonge beheerder. En die zei van, ja, jongens, kunnen jullie rood, witte, hoe heet het, rookpotten voor ons vak? En wij natuurlijk geen groen altijd, want daar waren we bekend om. En ja, tuurlijk, want dus Ajax maakte, of die fanclub, die maakte dan 600 gulden over. Dan zouden we dan een rookwit groen, of hoe heet het, rookpot voor kopen voor hun. Ja. Maar ja, wij natuurlijk geen groen gekocht. Ja. Ja, nog even, we gaan dat niet, dus ze gingen helemaal uit de knarie aan die hekken, teringleien, dat is kanker. Dus de nostalgie is gewoon helemaal weg. Dat is helemaal weg. Die tijd is gewoon helemaal voorbij. Het is pas harde stomp voor je kop, dat kon, maar het is er dus niet meer bij. Je weet niet zeker meer of je het overleeft. Als je het is gewoon, je merkt het ook met de politie en zo, weet je. Het is een hele andere sfeer natuurlijk, want vroeger als je een agent de klap gaf, nou, dan kreeg je er een paar terug, jongen, dan werd de tyfuslaag in het busje en dan werd het busje uitgegooid. En dan de andere dag was je vrienden, zeg maar. Tenminste, vrienden niet, maar... Je accepteerde het. Je accepteerde het, maar tegenwoordig is het, als je een stoeltje breekt of zo, wat ik dan niet van nooit gesloten, maar als je wat flik of je geeft er een klets, dan word je een dag later word je van huis gehaald. Heb je nu een beetje invloed op die jongens? Nou, invloed niet echt natuurlijk. Want het zijn allemaal bepaalde groepjes en het zijn allemaal kleine groepjes en ze denken allemaal dat ze Jezus zijn. Kijkt een beetje tegen je op? Ja, geloof ik wel, maar ja, dan moet je wel een ander vragen. Dat kan ik natuurlijk niet zeggen van, als ze kijken allemaal tegen me op. Vinden ze dat jij een zachte kern bent? Nou, het is niet te over voor ze. Wat? Dan krijgen ze een tikje. Had Beverwijk jou kunnen overkomen? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel, want ik ben in mijn hele carrière, de zaakjes, ben ik nooit weggelopen. Nee. En ik denk ook dat ik blijf staan. En één keer geloof ik weggelopen, toen stond ik met zo'n gekke slur op. Op geen groen had ik dan. En toen stond ik op een, want ik schoot ook nooit geen stenen. Nee. En toen zag ik overal witte helmpjes komen en allemaal die ME'ers. En ik gooide zo'n steen in en kijk wat er gebeurt. Gingen ze teruggooien. Ik zei, dat mag niet. En toen ben ik wel teruggelopen. Steeds een keer. Wij worden wel kunstmatig volgens mij ook uit de Eredivisie gehouden. Want ze zijn gewoon bang voor de rennen. Complot. Ik bedoel, tuurlijk, we hebben nu versterking nodig. Ja, dat komt er gewoon niet. Gaan ze directeuren aanstellen. Ze gaan, weet ik wat aanstellen. Dat kost ook een ton in een jaar, die mensen. Nou, wij hebben natuurlijk liever dat ze voor die ton spelers kopen. Dat we de Eredivisie ingaan. Want wij horen ook in de Eredivisie. En dat hoor je zelfs van Ajax supporters en van Feyenoord supporters. Die zeggen gewoon, godverdomme. Qua geweld zeker. Nou, qua geweld. Ja, we horen er gewoon in te voetballen. En dat geweld komt er zelf van. Nee. Ze zeggen 33 keer bloed aan de paal als Den Haag weer in de Eredivisie zit. Ah, dat valt ook allemaal mee. Ja? Dat legt helemaal aan de tegenpartij. Ja. Als hun angstig thuis blijven, dan heb je geen bloed aan de paal. Ja. Maar komen ze nou maar een hoop bravoer naar Den Haag toe, dan vragen ze erom natuurlijk. Ja. Ik heb wel eens gehoord, maar ja, dat klinkt ook weer bluff voor natuurlijk, dat er in Amsterdam een prijs omhoog heeft gestaan. Ja. Kijk, hè. I got a wire crossed upstairs, but all I want is just a little truth and that's it. Maar jullie zijn bereid om heel ver te gaan, hè? Nou, we gaan over de waard als boven onze club, ja. Nee. Voor de gang, voor de rest. Hoe ver? Hoe ver, ja. Ik zou niet iemand willen vermoorden, nee. En als iemand al op de grond ligt, dan blijf ik ook niet doorschoppen. Kijk, vernedering volstaat. Vernedering? Ja. Het gaat om de macht. Het gaat om het machtspelletje, ja. Het zijn jongens die ook willen. Kijk, het zijn geen onschuldige mensen. Als ik een klein meisje van de zin loop met een Ajax, hoef ik dat niet te vernederen. Nee. Maar zie ik een groepje Ajax aan de kernsupport, dan pakken we ze aan. Daar is eer aan te behalen. Ja. Nou, wat doet dat met je? Wat voor gevoel geeft het? Dat geeft je gewoon een adrenaline kick als je in de aanval gaat en de stenen vliegen om je heen. Dan, het is net oorlog. Van oorlog. Nou, niet totale oorlog, maar het is wel een gevoel van oorlog. Je voelt je net of je een computerspelletje zit. Dat is eigenlijk is het van de laatste 8 jaar. Dat is eigenlijk dus excessies de laatste keer dan dus met die Feyenoord supporters daar in het eiland. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, wat ik er veel van vind. Ik zou persoonlijk ik vraag liever gewoon met mijn handen gewoon zo de confrontatie aangaan. Maar ik heb ze net ook al